laatste fluitsignaal. Ajax naar de finale. Woensdag 24 mei is natuurlijk de grote Europa League finale tussen Ajax en Manchester United. Wij gingen de straat op en vroegen ons af, waar gaat u de wedstrijd bekijken? Ja, ik ga morgen naar het Museumplein om daar te kijken. Op een grote scherm. En dan, nou, hopelijk wint Ajax, maar ik heb er al het vertrouwen in. Dat ze gewoon gaan winnen. En hoeveel denk je? Hoeveel? Nou, ik denk dat Manchester misschien nog wel een puntje maakt, maar 2-1 of zo? Dat zou heel mooi zijn. Ja, zeker. Ik heb er al het vertrouwen in dat het wel goed gaat komen. En hoe ga je het precies vieren? Ja, gewoon lekker bier drinken. En ik weet niet of je het gisteren hebt gehoord, maar er was een aanslag gepleegd bij een concert bij Ariana Grande in Manchester. Er was 22 man om het leven gekomen volgens mij daar zo. Klopt. Ja, heel tragisch natuurlijk, maar... Nou, heeft het denk je invloed op de wedstrijd morgen? Ja, ik denk dat het wel invloed heeft op de spelers van Manchester. Maar ik denk dat ze hun ook wel gedreven maakt om zeg maar nog meer te winnen. Omdat ze toch weer wat positiefs de stad in willen brengen. Alright. En de mensen die morgen gaan komen naar Museumplein, gaan die ook met de andere gedachten daar naartoe denk je? Nou, ik denk niet dat zij door de aanslag in Manchester met een andere gedachte daar naartoe gaan. Maar ik denk dat iedereen daar gewoon vol voor Ajax gaat en daar gewoon allemaal voor Amsterdam juicht. Veel mensen zijn geschrokken door de aanslag maandagnacht in Manchester. Hierdoor durven ook veel mensen niet meer tussen de grote mensenmassa te staan. Ik heb er geen woorden voor. Het wordt alleen maar erger en erger en erger. En ik weet niet meer waar we naartoe moeten eigenlijk. Ja, je ziet de situatie alleen maar verslechteren eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ik woon in Amstelveen al heel lang, maar ik voel me ook niet meer veilig in Amstelveen. En ja. U zou dus bijvoorbeeld morgen tijdens zo'n finale Ajax United, zou u dus nooit op Museumplein gaan kijken of zo? Oh nee, nee. Nee, niet waar grote groeperingen zijn en grote mensenmassa en zo, nee. Nou, dan is er gisteravond iets verschrikkelijks gebeurd in Manchester, dat jullie meegekregen hebben. Hoe, als het gaat om het kijken van de wedstrijd morgen op pleinen en zo, hoe denken jullie dat dat eraan toe gaat? Gaat dat anders worden, denk je, voor de toeschouwers? Geen idee. Ik weet niet hoe ik me daarbij voor moet stellen. Het lijkt me vreselijk als zoiets gebeurt. Je ontkomt er niet aan. Ik vind het altijd, ik word altijd heftig wakker als ik het hoor. Dan denk ik, hé, jezus. Maar ik hoop dat het morgen niet gebeurt. En dat het gewoon rustig blijft. Dat iedereen weer gezond thuis komt.